Zo, de voorbereidingen zijn begonnen. Dat kan echt niet! De klasse, de boot, met zijn boot. Dus daar ben ik ook echt super benieuwd naar. Dat ding is gaaf, joh. Ik ga even naar boven en dan ga ik het jullie laten zien. Oh! Het is een mysterie. Misschien maken we er nog een keer een serie van. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Het is zondagavond nog steeds, bijna Sinterklaas. We zijn helemaal op van de spanning. Ja. Want morgen is Sinterklaasjarig. En dan? Wat gaan we dan doen? Is het één groot feest? Ja. En wat is het dan morgen? Dat weet ik niet. Nou, pakjes dinges toch? Ja, dan krijgen we misschien op Sinterklaas de feest wel cadeautjes, denk ik. Jij of ik? Jij en ik. We allebei? Ja. Ben jij heel lief geweest dan? Ja. Weet je zeker? Ook. Ja. Oké. En jij ook? Ja, dat weet ik. Ik ben heel lief geweest. Ja. En inmiddels heb ik hier dus de lamp verwijderd. En deze lamp gaan we nu ophangen. En zie hier het eindresultaat. Oh, een mooi lampje. Eenvoudiger van aard. En gewoon twee van die ledlampen, kaarsvormige lampjes erin gedaan. En dan kan er in ieder geval de deur gewoon open doen. Ook wel handig. Wat zegt hij? Hij zegt, ik wil eigenlijk dat mama hier komt. Ik zo, hoezo dan? Nou, omdat mama eigenlijk veel beter leest als jij dat doet. Oké, niks persoonlijks verder, maar... Hè? Zal ik het doen, Jessie, dan? Nee, mama. Oké. Nou, Jessie is redelijk... specifiek en verwend in wie er voorleest. Dat is duidelijk. Dus tante Elena die is buitenspel gezet. En mama die moet gewoon even naar beneden komen. Dus jullie moeten maar even wachten op de vlog. Die komt gewoon wat later. Ik heb jullie beloofd in de vorige video. De birria burrito. Die ga ik nu afmaken. We hebben de tomatensaus weer terug in de pan. We hebben nog het kruidenmengseltje over. Van die we gemaakt hebben in het begin. We doen een lekker rood uitje bij. En een lenteuitje. Zo. Klets je er gewoon zo in. En dan laten we nog eventjes 10 minuutjes door pruttelen. En dan kunnen we de burrito's gaan opmaken. Kijk eens. Oh, lekker die limoen. Die ruikt ook altijd zo lekker. Persen we hier een lekker limoentje over uit. Dat gaan we dan even goed door elkaar husselen. En dan doen we er een schepje tomatensaus doorheen. Zo, de saus is mooi ingekookt. Het vlees is prachtig gemarineerd. En nu is het even wachten totdat de saus af is gekoeld. Daar gaat de saus bij het vlees. En dan zet ik het terug in de koelkast en dan ga ik het morgen in de burrito doen. Ik ben best moe van vandaag. Pizza deeg moet ik ook nog maken. Laten we dat maar eventjes doen. Een paar bolletjes draaien en dan vind ik het wel welletjes eigenlijk. Dan gaan we wel verdiende rust pakken en even lekker op bank. 8:30 is het nu. Oh, even lekker op de bank. Zo, de voorbereidingen zijn begonnen. Eerst even de hand aan het leggen. Kan ik ook nog mijn bakkerskunsten laten zien? Ja, van je. Je hebt tenminste een echte diploma. Die zijn zo lekker, jongens. Zie je naar mij toe? Hè? Oh. Nee, jij kookt, zij bakt. En ik eet. Zo, van alles nog wat. De kids zijn er boven, of niet? Ja. Even rust nog in de tent. Even, oh, te even het geluid uit. Ja, ja.
Marita blijkt in praktijk een stuk lastiger te maken dan ik zelf had gedacht. Ik heb het recept een beetje aangepast. Dit zijn dus hoe ik het nu ga doen. De Indische schotel van Rolf staat in de oven. Nou ja, maar is die met de boot geweest? Jessie, zou die via het water zijn gekomen? Ja, dat kan niet. Dat moet wel. Ja, wij hebben hier water. Sinterklaas! Ga kijken of Sinterklaas is. Die is al weg. Nou, maar die pieten zijn echt veel te snel, hè? Laten we alles mee naar binnen nemen. Ja, kom, laten we alles mee naar binnen nemen. Jeetje. Is die wel, is die, staat die, ja, ja, ik dacht even dat die onder. Nou ja! Oh. Wow! Wat veel cadeautjes allemaal! Ja, wat? Dat kan echt niet! Dat zeggen we echt te vaak. Oh man. Oh nou ja! Altijd alle mooie bruine dozen willen hebben. Dat iedereen een goede draai je om. Hey, kijk, dat is makkelijk. Daar zo vraag dan. Moeilijke dozen. Nou zeg, nog een tomaat. Dat is mooi. Wow. 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 Wie mooi. Wie is dat? Wie is dat? Wie is dat? Marshall! Oh, daar heet hij, daar heet hij! En Ryder, hè? Nou joh, die moet maar naar mij. Ja, maar naar mij. Dan gaan ze even nog goed. Oké. Piebe! Voor 20 euro! Oh, wow! Nee. Wat is dat dan? Robux. Wat is dat dan? Ik ga zeggen. Robux, daar kan je dingetjes mee kopen. Oh, dat is. Muziek en zingen is voor jou helemaal top. Je knapt Nadine ook helemaal op. Huh? Blijf niet een klein ding in het leven. Vandaar het cadeau. Sinterklaas ging de boot met zijn boot daar aan lopen. De Piet ging daar lopen. En Sinterklaas was daar met de boot. En dan ging hij de toonkant dus heel veel zakken daar doen. Wat was dat van jou? Ja, dat stond er helemaal niet. Oh, je hebt nog een klein stukje gemist. Zal ik die even ook nog lezen? Ja.
Lieve, lieve Jessie Silver, wat ben je toch een lief boefje met een eigenzinnig willetje. Lekker ondernemend, eigenwijs, grappig en druk met een schattig billetje. Je oren lijken soms niet zo goed te werken, want het lijkt alsof je papa en mama niet altijd goed hoort. Maar gelukkig bij het horen van ijsje of koekje zien we, dat is jouw toverwoord. Altijd bezig met ontdekken hoe iets werkt of anders gebruikt kan worden dan bedoeld. Waardoor je je soms wel eens bezeert, wat moet worden gevoeld. Jessie, elke week naar de rugby en met papa van speelgoed spelen. Bij vriendjes op bezoek niet te veel slopen. Dat gaat je papa en mama een hoop centjes schelen. Sinterklaas hoort van zijn Pieter dat jij ook erg graag met papa staat te koken. En daarom hebben wij het volgende besproken. Dit jaar voor jou al deze fantastische cadeaus om van te genieten. En blijf je volgend jaar ook zo'n geweldig lief kind? Dan komt Sinterklaas terug met al zijn pieten. Yeah. Nou, Jessie, doe maar die hele grote dan. Of wil je die? Oh, oké. Ja, ik kwam een kattenpool voor in het gedichtje. Een vrachtwagen met wielen bovenop. Dat oh, andersom. Je kan er gewoon mee spelen. Ja, dat dacht ik al. Eindelijk kan je mee spelen. En wat zingen we dan? Deze raad, powerbank mee, zodra je op de fiets de straat verlaat. Powerbank mee, telefoon op het stuur, want de boete is vreselijk duur. Dat scheelt je dus een boete en vind je veel gemakkelijker je route. Wat is dat nou? Die, ja, die hoort daar ook bij. Dat was natuurlijk een hint van die Sinterklaas. Ja. Oh, ja. Nou, verzamel alles maar bij elkaar dan, hè? Oh, ja, dankjewel. Lekker. Het allerlaatste cadeautje. Wow, wat is dat? Verwoord! Oh. Oh my god, wat leuk! Oh, wow. Doet hij nog wat? Ja, wel. Oh. Hey, ja, ja. Wat een feest, wat een feest. Wat zeggen we dan, Jessie? Dankjewel. Dankjewel, Sinterklaas. Goedemiddag. Welkom bij de day after van Sinterklaas. Het was super gezellig. Vanochtend moesten we gewoon weer werken en vroeg op. We zijn rond 10 uur naar bed gegaan, maar waren helemaal kapot. Nu hebben we al flink wat opgeruimd. Je zou het niet zeggen. Maar dit is nog van wat er over is. Dus ik kan even aan de opruim. Want Sergio, die ontspringt de dans, die heeft een lange dag dat hij moet werken. 7 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Dus dat is een lange dag. Maar we zijn super verwend. Het is echt heel erg gezellig. Ik heb leuke slofjes gehad en een heel handig ding voor op mijn fiets. Die wilde ik heel graag, zodat ook mijn telefoon daarop kon. Vooral met de navigatie heel handig. Nou, Jessie's speelgoed ligt een beetje overal en nergens. Heel veel Paw Patrol dingen. Maar hij heeft dus een eigen keukentje gekregen. En daar horen natuurlijk ook allemaal keukendingetjes in. Een heel grappig boekje van Bobby. Bobby viert Sinterklaas. En dan, woep, Bobby viert kerst. Ook heel leuk. Sergio die heeft een hele gave rijstkoker gekregen. Dus daar was hij ook heel blij mee. Dus dit gaan we even rustig aan gewoon opruimen. Ondertussen zijn ze bezig met de straat leggen. Dus daar ben ik ook echt super benieuwd naar. Dat ding is gaaf, joh. Ik ga even naar boven en dan ga ik het jullie laten zien. Oh ja, voordat ik naar boven ga. Ik heb ondertussen ook nog 2 kussentjes gescoord.
kan het hem toch weer niet laten liggen, hè? Voor op de bank. Nou, we gaan even naar boven. Ga ik jullie dat apparaat laten zien waarmee ze de straat leggen. Waarvan je denkt, hadden we dat ook niet even kunnen gebruiken voor onze oprit of zo? Kijk, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar dat is dus een apparaat en dan staan daar twee mannen boven. Die gooien alle stenen in die bak en vervolgens aan de andere kant, als die hier voorbij is kan ik jullie dat pas laten zien, ligt er dus al een hele straat in. En dat apparaat dat loopt gewoon en huppakee, gewoon een tapijt van bestrating. Nou, dus dat is echt, dit gaat zo super snel, want ze zijn dus vandaag begonnen met die... Met dat tapijt, om zo maar even te zeggen. En ze zijn nu al bijna halverwege de straat. Dus daar zijn we natuurlijk ook blij mee als dat inmiddels er ligt. Zo, kijk. Alsof er niks gebeurd is, behalve dan... dat ik even alle cadeautjes... De ongelooflijk gave vele cadeautjes... op tafel heb gelegd. Die gaan we later wel even uitzoeken. Want het lijkt me ook verstandig om weer eventjes de spulletjes van Jesse Silver door te lopen. Kijken waar hij wel en niet mee speelt. De bank ligt er ook weer netjes bij met mijn nieuwe kussentjes. Ja, ik ben toch wel een beetje kussentjes en dekentjes verslaafd. Dus ik moet me altijd inhouden. Zo, maar de rust is wedergekeerd. Morgen gaan we gezellig met z'n allen de kerstboom optuigen. Daar is mijn poepie. Die is mij aan het helpen met de keuken. Ja. Hij is leuk, hè? Hij is heel leuk. Hij heeft allemaal knoppies. Er zitten overal batterijtjes in. Hij ziet er echt super leuk uit. Dit maakt ook allemaal geluid. En het heeft een magnetronnetje. En kastjes. Een overtje en kastjes. Geinig. Geinig. Ik ben benieuwd wat de kookplaat gaat doen. Want die, daar moeten batterijen in. Ik hoop wel dat deze overkookbeveiliging heeft. Het water kookt over. Ben ik dadelijk Sergio kwijt. Zit hij achter het verkeerde keukentje. Het licht aan. Er zit ook nog een lampje in. Zo, pasta staat op. En een bakje thee. Kijk nou. Super leuk. Ja. Dit is toch te leuk, jongens. Zo'n koffieapparaatje. De bekertjes. Een overwandje. Suppotjes en pannetjes. En dan hierin nog wat spatel. En dan zijn fruit en zijn brood en zijn ei die hij kan snijden met zijn snijplankjes. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat hij het morgen gaat combineren met boterham. Food compressor. We niet eens real life. Helemaal leuk. Ondertussen is mijn liefste even een ontbijtje aan het maken. En zijn de bestratingsmannen ook alweer druk bezig. Ja, ja. En volgens mij werkt het zo dat zij hem in het apparaat eigenlijk de straat leggen. Met z'n drieën tegelijk. En dan hoeven ze dus ook niet de hele tijd op hun knieën. Dus dat is goed voor het behoud natuurlijk. Van de knieën. En dat apparaat, dat ligt dan gewoon een hele mat, een hele tapijt van bestrating. Dus vandaag hebben wij sowieso een stukje straat voor ons. Het is ingenieus. Ingenieus. Oké, dat apparaat gaat super langzaam, echt schildpaddentempo. Kijk, zo kunnen we het beter zien. Gaaf, hè? Sergio gaat even vragen of ze wat lekkers willen. Hey, Nick, butter! Butter! Oh!
zo'n hand achter de donder gewoon. Het scheelt weer de helft. Mag ik kan daar nog meer. Dan ligt hier nog genoeg, maar goed. En binnen. Oké, let's go. Zo, ondanks dat ik had gezegd, ondanks dat we hadden beloofd even niks meer te doen in het huis, heb ik toch eventjes twee wandjes gestukt. Dit is me toch op de tijd moeilijk. Mocht ik dat nou niet echt heel mooi krijgen, dan ga ik daar wel iemand voor laten komen. Aan de andere kant, met dit spul kun je gewoon laag op laag zetten. En dan, ja, zolang je het maar glad blijft maken, wordt het steeds mooier als het goed is. Nou, je hoort een hoop herrie daarachter. Daar is Jessie zijn robot. En mama, die zijn aan het breakdansen. Lakken en poppen, baby. Lakken en poppen. You go, girl. Jessie. Daar gaan we nou. Sinterklaas is vertrokken in zijn stoomboot. Hè, Jess? Ja. Stoomboot genaamd Stoomboot. Ja. Bobby viert Sinterklaas. Sinterklaas is vertrokken. En nu komt... Kerstman! It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere. Nou, Jessie die zit dus nog steeds vrij hoog in zijn adrenaline status. Maar het looks hier nog niet heel erg naar Christmas, dus dan moet ik... Nee, het looks hier nog not a lot like Christmas. Dus I go naar upstairs to get the Christmas tree. En wie mag er van de zonder afkomen? Hansie! Hansie. Heel wat meegemaakt. Hij heeft natuurlijk al anderhalf jaar in de garage, in de box opgesloten gezeten. Ja. Ik ga hem halen. Ik ga hem halen, Jessie. Wat? Ja, de kerstboom, Hans en de notenkraker. Huh? Huh? Wat is dat? Ja, ga ik je nu laten zien. Ham. Wie is dat? Notenkraker! Ja, voorzichtig ermee, voorzichtig. En wie staat hier? Hans! Maar nou komt kerstboom! De kerstboom gaat ook komen. Ja, we noemen deze meneer Hans omdat mijn vader het perfecte uiterlijk had voor een kerstman. En sindsdien noemen we onze kerstman Hans. En Sergio die is bezig met de kerstboom. En die is al op de weg. Oh, oh! Jeetje! Oh jee jee. Wat daar dan? Schiet dat ding kapot. Ja, schoot dat man. Hey. Mega gigantisch. Yay! Woehoe! Nou, heb jij nou gevonden, zeg? Ja. Wauw. Mooi, hè? Ja. Maar wel even weten of dat dan de kerstboom hier op kan. Nou, dat heb jij heel goed bedacht. Ja. Daar moet de kerstboom om. Ik dacht dat we hier dan zit hij niet zo'n beetje daar. Ondertussen even een epileptische aanval. Zullen we anders gewoon daar neerleggen, want anders wordt hier in de weg staat. We gaan eerst de kerstboom opzetten, Liefie. Kijk uit, want die ballen zijn echt. Dit is een heel klein kerstboomtje. Een heel klein kerstballetje. Ik heb je vastgezet. Ik heb maar recht zitten. Nee, dat moet niet. Ja, we zouden nog wel echt onze kerstboom gaan oppimpen, hè. Maar ja, we doen het nu nog maar even met de ballen van vorig jaar. We doen het er maar even mee dan, hè? Nee. Nee? Gaan we nieuwe kerstballen bestellen? Ja. Oké. Okay. Wat vervelend nou. Ik heb een hele mooie kerstbal. Oh, die is leuk. Kijk. Zou die ook nog... Zou die ook nog lichtjes hebben misschien? En twee. Ja, die kan in de boom zo. Hé, hey, wat staat daar in de hoek? Laat het eens zien. Wat hebben we net aangedaan?
Ja! Wow. Wow, hè? Echt. Oh. Echt schattig, hè? Kijk, en we hebben ook nog dus deze, maar hij kan dus naar buiten, deze. Tada! Hij gaat om andere lichtjes geven. Ja, mooi, hè? Wat ben jij een mooie kerstboom aan het versieren, Jessie. Kijk, hè. Ja. Ja, hij moet ietsje verder, zodat hij niet valt. En knijpen. Zo'n kerstboom opzetten geeft gelijk weer zo'n mega puinhoop. Maar ook voldoening. Hè, Jess? Ja. Ja, dus we hebben nu een redelijk kale boom nog. Dat komt omdat we dus... Het is een mysterie. Misschien maken we er nog een keer een serie van. Met Peter van Urk of zo. We zijn dus 2 dozen kwijt. Zoals het er nu naar uitziet. Eentje met kookboeken en 1 met kerstballen. En dat vind ik eigenlijk nog veel erger. Want die kookboeken die kunnen we kopen... Maar in die doos van die kerstballen zat Jessie's geboortebal. Dat klinkt ook heel gek, maar... Geboortebal. Zit zijn allereerste kerst. En toen hebben we een kerstbal. Er stond zijn naam ook op, geloof ik, hè? Ja. Dat weet ik niet meer. Nou, het was in ieder geval een hele speciale, mooie kerstbal. En die zijn we dus kwijt. Dan moet je maar een nieuwe... Ja. Maar dat is toch raar? We hebben, ja. Ja, ik vind nog steeds van die kookboeken vind ik nog het meest raar. Ja, maar dit toch ook? Dit is een hele doos. We hadden inderdaad veel meer. Heb je wel dat ene vogeltje? Ik heb 1 vogel, 1 uil. Maar we hadden er volgens mij 2. Maar waar is dat? Nee, maar dat kleine... Oh, nee. Nee. Gadverdamme, dat was van mijn oma. Van jou? Oma. Ja, maar wacht even. We hebben ook nog wat dingetjes in dit boompje toen gedaan, hè? Dit. Ik heb geen plek meer om deze... Weet je nog? Ja, maar daar zit niet dat vogeltje in, volgens mij. Nee. Nou, maar we hadden toch ook nog een paarsvogeltje volgens mij. Kan dit nou? Ja, maar dit was echt gewoon antiek. Ja. Dit was echt gewoon zo'n... Ja. Nou ja, we doen er niks aan. Ja, ik vind het echt heel raar. Het enige wat ik kan bedenken is dat er nog wat bij mijn moeder ligt. Ik bedoel, we hebben heel het huis leeggehaald en... Zijn er nog dingen gestopt in dat gat, in dat luik, zeg maar, onder... Mama, in zijn kamertje onder. Ja, dat zou kunnen. Zijn daar nog dozen in gegaan? Nou ja, volgens mij niet. En volgens mij heb ik dat gecheckt. En waarom zouden we onze kerstballen meenemen? Nou ja, ik heb geen idee. Nee. Ik heb geen idee. Dus, nou ja, we hebben dus deze kerstboom nu staan. Supermooi. Al, hè Jessie? Huh? Heel mooi al deze boom, hè? Ja. Maar we gaan nog speciale ballen en iets speciaals van strikjes of zo gaan we zoeken. Kijk, een beetje zoeken. Leuke dingetjes. Ja, een beetje zoals die panter, hè? Ja, vind ik leuk. Die panter. Misschien gewoon een lippenstiffie. En nou ja, weet je wel, van dat soort grappige dingetjes. Ja. Wat is er, schat? Je krijgt hem daar niet in? Nee. Moet hij hier? Ik denk dat je haakje verbogen is. Ja, je haakje is een beetje... Je bent de verkeerde kant op gebogen. We doen hem hier, ja? En dan mag jij, want het is zover. Ja. Oh, deze is ook verbogen. De piek! De piek erop gaan zetten. Joehoe! Nou, papa mag hem tillen, want dat gaat maar weer lukken. Heel voorzichtig. Heel voorzichtig. En dan mag deze, daar mag de boom in. Dat is heel goed. Maar je moet wel van... Bovenop daar, op dat takje daar. Oké? Okay? Ja. Even goed vasthouden. Oh my god. 1, 2, 3. Even wachten, je bent hoog genoeg. Yay! Goed zo! High five. Yes, onze kerstboom staat. Nu de lichtjes nog aan. Wauw. Kijk. Oh, wat? Oh ja. De hanger zit erop. Cool, hè? Heel mooi zo. En het is een heel makkelijk systeem. Ik zal het jullie even laten zien.
Dus je trekt hem zo. En dan kan je hem eigenlijk gewoon openleggen. Leg je deze er recht op, want die is precies in de maat van ja, de poster dat ik besteld heb. En dan zitten er dus magneetjes. Dus je hoeft alleen maar zo te doen en dan pakt hij hem al. Echt super handig. Dat is wel chill. Hè? Ja. Hoppakee. En klik. Ja. Okay. Top. Heel mooi. Cool, hè? Heel cool. Ja. Ja. Ja, de wand is ook bijna af, gelukkig. Dus, ja, ik denk dat we hebben besloten dat we hem daar gaan doen. Hè? Ik denk dat het hier een beetje druk is en de batterij is bijna leeg. En daar komt natuurlijk die voorzetwand nog. Ja, dus ik weet niet hoe ver dat gaat komen. Nee. En ik vind ook, want het zijn best wel grote posters. Dus ik denk dat hij wel aan de gouden wand moet. Maar dat we dan inderdaad... Kijk, daar zit hij. Als we hem dan hier gaan doen, dan wat hoger dan wat ik nu kan. Ja. Lekker bij de eettafel waar ze altijd graag zaten, want dan hoeft er iets veel. Inderdaad. Maar ik ben er blij mee. En dan is het dus de bedoeling dat dit komt aan een spijkertje of iets. Dat we dan... Hoi, ja. Super tof. Ja. Dat is wel mooi. Cool, hè? Ja. Ja, echt heel blij mee. Dus mocht je het nog niet gedaan hebben, jij wil ook zo eentje voor jezelf, van je hond of van jezelf, want dat kan ook nog, of van je paard of van je konijn. Waar je ook van houdt, met de kortingscode SR10 krijg jij 10% korting. 10% korting, kijk eens. Zo, een beetje ontploft. Hele goede morgen allemaal. Dit was Sinterklaas weer. Dit was de vlog. Het is tijd voor de kerst. Voor de aanloop naar de kerst. Kerstliedjes. Kerstboom, nou die staat inmiddels. We gaan nog, als het goed is, naar de grootste kerstshow van Nederland in Duiven, als ik het goed heb. En dan gaan we kijken of we daar nog wat leuke nieuwe kerstspulletjes kunnen vinden. We willen ook nog een leuke kerstkoffer opnemen. Gewoon gezellig, voor jullie, omdat het kan, voor ons. Maar welk nummer? Dus misschien kunnen jullie in de comments een nummertje voorstellen. En dan gaan wij kijken of dat wij die kunnen zingen. Mag een duet zijn, mag solo. Verzin wat leuks. En ik hoop dat jullie ook een heel leuke Sinterklaas hebben gehad. Voor iedereen die het gevierd heeft. Met of zonder kinderen. Ik ben ook weer heel erg benieuwd wat jullie allemaal in de schoenen en in de zak hebben gehad. Ik ga me opmaken trouwens voor een teamdag buiten. Heel veel zin in. Allemaal activiteiten doen en zo. Vond je dit nou een leuke vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten. Dan zie je heel graag bij de volgende video. Ciao.